zijn op het OMG-festival in Kortrijk en ik heb hier ook een sessie gegeven rond Minecraft. We vinden dat game-based learning echt een meerwaarde kan zijn in het onderwijs. Game-based learning gaat vooral gaan focussen op vaardigheden. Dus in een game-omgeving gaan ze al spelend gaan leren, gaan ze gaan ontdekken. En je hebt videogames die speciaal ontwikkeld zijn voor het onderwijs, zoals die Minecraft for Education, die heeft echt bepaalde werelden. Je hebt ook serious games, waar we inderdaad wel gaan zien dat leerlingen in een speciaal gemaakte wereld voor het onderwijs gaan onderzoek gaan doen. De kracht van Onderwijs met Games Festival is dat we daar eigenlijk kunnen gaan tonen aan leerkrachten dat allerlei spellen die al in de leefwereld van leerlingen zitten, dat die kunnen ingezet worden om echt ook op een correct, op een goede manier met leren bezig te zijn. Het belang van het festival Onderwijs met Games is vooral netwerken van leerkrachten. Namelijk, wij leren van elkaar. Ik ben daar zelfs een oud-leerling tegengekomen die een videogame gemaakt had. Dat is een game rond literatuur, Verses of Enchantment. Dat is echt een game die toepasbaar is in een onderwijscontext. Ja, het bewaken van schermtijd is natuurlijk iets wat we in onze scholen ook aan het doen zijn. Er wordt meer met schermen gewerkt, maar het is zeker ook belangrijk dat de ouders daaraan meewerken. En ik denk dat leerlingen en leerkrachten, ouders en alle andere opvoeders, iedereen die te maken krijgt met de jeugd, videogames zeker en vast zo serieus mag nemen. Daar zitten leerkansen in die niet te onderschatten zijn en die leerlingen een toekomst gaan geven en een toekomst in jobs die vandaag nog niet bestaan. Leerlingen vatbaar maken om out of the box te gaan denken. Dus de games in het onderwijs hebben het voordeel dat ze heel toegankelijk zijn, dat ze heel aantrekkelijk zijn en dat ze heel makkelijk, of de meeste, heel makkelijk met het educatieve sausje kunnen overgoten worden om op die manier leerlingen, zelfs leerlingen die het wat moeilijker hebben op een ander vlak bijvoorbeeld, te gaan helpen leren. Ik ben ook blij dat gameontwikkelaars dat beginnen zien, dat er mogelijkheden zijn. En dan moeten ze zich niet richten op heel strakke games die binnen een leerplan passen, maar ze kunnen echt wild gaan. En het is aan de gamende leerkracht of aan de gamende leerling om dat voor te stellen in een klasgroep. En om op die manier die digitale innovatie binnen te brengen in het onderwijs. En leerlingen wakker te maken van, kijk, als ik digitaal innovatief wil zijn, dat kan wel. Het hangt allemaal niet vast aan zo'n schoolse context, maar er zijn wegen om effectief mezelf te gaan inspireren.